Sas, wat heb je nou weer gedaan? Gisteren heb ik op 3FM, live op de radio, beloofd dat ik één hele week lang vegan ga eten. Vegan eten, dat houdt dus in dat ik geen kaas, geen eieren, geen melk, geen vlees, geen vis. Eigenlijk alles wat met dieren te maken heeft, mag ik niet eten voor één week lang. En mijn favoriete ontbijtje bestaat uit een boterham met daarop kaas. Dan avocado en dan een gepocheerd ei. Mag dus niet. Althans, een broodje en avocado mogen wel, maar het ei en de kaas mogen helaas niet. Waarom? Waarom heb ik dit gedaan? Ik ga het 1 week lang proberen. Volgens Lisa, die mij een beetje gaat coachen, Lisa Goes Vegan, voel ik me na 1 week energieker, gezonder. Draag ik bij aan een betere wereld. Minder dierenleed, et cetera. Dus ik ga het gewoon doen. Maar ik moet eerst eventjes mijn koelkast gaan herorganiseren. Want ik heb natuurlijk heel veel kaas en vlees in de koelkast liggen. En dat mag allemaal niet. Dus ik ga even een zakje maken, apart voor mijn vriend. Want die lust natuurlijk wel gewoon kaas. Dus even één apart zakje waar ik dus de hele week niet aan mag komen. En dan is de rest gewoon voor mij. Top. Eventjes gaan organiseren. Dit is mijn koelkast. Heel kleintje. Dus ik denk dat ik zo klaar ben. Beginnen met de kokos original melk, maar dit is kokosmelk en dat mag wel, want dat is niet van dieren. Even kijken of er ook niks anders in zit. Vrij van zuivel, gluten en tarwe. Mag ik dus gewoon hebben? Check. Ketchup mag, dat weet ik zeker. Ja, mag. Mayonaise? Nop. Mijn smoothie. 3 geperste appels, 2 geplette bananen, 16 geperste witte druiven, 3 geplette aardbeien, 60 geplette zwarte bessen. Wow. Sinaasappel, bramen en een scheutje limoensap. Yes! Mag ik gewoon hebben. Nou, ik weet niet wat het is, maar dat is sowieso al niet meer goed. Dus dat gaat überhaupt niet in een zakje. Teriyaki honing. Gewoon hebben toch? Jawel. Water, suiker, mosterdzaad. Yes! Ook. Ja, chocola. Dit wordt een moeilijke. Tony Chocoloni, dat weet ik sowieso. Dat is gisteren verteld op de radio, dat mag ik eten. Maar andere chocolade weet ik dus eigenlijk niet zo goed. Er zit sojamelk in, maar ook eiwit. Ja, dan weet ik het eigenlijk niet. Eiwit is van een ei, maar zijn ze zo streng? Ik weet het niet. Hij gaat voor de zekerheid in het zakje van Siep. Balen. Vlees. Servelaat, sowieso niet. Dadels, ja. Vlees. Kaas. Oh, ik hou van kaas. En ik mag het gewoon niet eten, een week lang niet. Mag ik wel aan ruiken? Oh. Voor de rest heb ik vooral heel veel groente en fruit in mijn koelkast. Dus dat laat ik lekker in zitten. Oh, de eieren, die moeten ook in het Siepse zakje. Helaas, we gaan naar Siep. Boter. Mag dat toch ook niet? Nee, melk. Ook geen boter meer. Nee, de rest is eigenlijk allemaal groente. Ja, ik zit een klein beetje met het probleem. Ik ga voor ontbijtje nummer 1. En ik wilde zeg maar een boterham pakken. Dat zit hier in het vriezertje. Hij wil gewoon niet open. Echt met gewoon geen mogelijkheid gaat dit open. Dus nu mag ik eindelijk eten. En dan kan ik niet eten. Dus ik moet naar de supermarkt. Ik moet nieuw brood gaan halen, want dat zit dus opgesloten in mijn vriezer. En dan kan ik ook gelijk kijken of dat brood dan, want ik weet eigenlijk helemaal niet van dit brood, of het vegan is of niet. Dus ik kan gelijk nieuw brood halen. Vegan proof brood. Wat is het nou weer palen? Ik heb honger. Ik moet gewoon eten. Oké, wat moet ik mee? Pinpas. Sleutel. Huissleutel, niet onbelangrijk. En let's go. Brood gevonden, lactosevrij en eiwitvrij en al dat soort dingen. Maar nu sta ik dus bij de chocopasta en dan zou je denken dat je dat niet mag eten, maar er zijn dus heel veel die je wel mag eten, die dus gewoon vegan zijn. Maar dan wil ik het uitvinden welke, want op een forum staat bijvoorbeeld dat ik deze zou mogen eten, maar als ik dan op de achterkant kijk,
denk ik, ja, volgens mij mag dat helemaal niet, want er zit weer lactose in. Dus ik ga nog even verder googelen. Want ik vind het zo lekker. Ik heb aardbeien in huis en dan een beetje chocopasta, aardbeidje erop. Super lekker ontbijt. Maar ik moet dus wel echt even uitvinden welke dan vegan is en welke niet. Dus even googelen nog en dan zometeen broodje chocopasta. Jee, zou je niet verwachten hè, dat ik dat mag eten. Het is me gelukt. Ik heb boodschappen gedaan en ik ben uiteindelijk voor deze chocopasta gegaan. Want deze is ook nog eens fairtrade en dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Dus vegan en fairtrade, dus ik ga mijn eerste ontbijtje maken. Ik heb een vegan sapje. Cheers! Ik heb blauwe bessen, die mag je altijd eten. Altijd gezond. En ik heb een broodje chocopasta met aardbeien. En een broodje avocado met limoen. Dat is echt zo lekker, limoen over je avocado. Normaal doe ik daar dus ook nog kaas en een eitje bij, want dat mag helaas niet. Maar ik moet zeggen, dit ziet er echt prima uit. Dus stap 1 is gelukt. Eet smakelijk. Mm-mm-mm.